Peter, Motortest TV. En dan ben ik weer met een nieuwe testvideo. Alweer een nieuwe video. Het gaat hard met de testvideo's. En dat is alleen maar mogelijk omdat ik medewerking krijg van heel veel mensen in Nederland. En dat is ook alleen maar mogelijk omdat jullie kijken en reageren en het leuk vinden. Dus voor de mensen die mij medewerking verlenen en voor iedereen die kijkt, hartstikke tof als ik jullie een duimpje omhoog kan geven bij deze. Nou, en dankzij de medewerking deze keer van Tenkate Motoren in Nieuw-Leuzen, natuurlijk de Honda dealer van Nederland, mag ik rijden een weekend lang notabene op de Honda Fireblade 2017. De CBR 1000, zoals die ook wel heet. Een echte superbike. En heb ik op een 600 wel eens gezegd van, nou, dat is een lekker vermogen. Als je hier voor de eerste keer op zit, dan scheid je in je broek. Dus daar moet je echt even aan wennen voordat je die onder de knie hebt. Nou, dat in mijn broek scheiden is inmiddels wel bijgekomen. Dus we kunnen ervoor gaan. Dus ik zou zeggen, gaat u maar even mee. Welkom op de Honda Fireblade CBR 1000 en de klep gaat gelijk weer dicht. En het eerste gevoel wat je krijgt op het moment dat je op de Fireblade stapt is een gevoel van houterigheid. En de eerste kilometers dat je erop rijdt krijg je last van je polsen. En je rijdt er zo voorzichtig mee dat je rechtop door de bochten heen gaat. En als je dan thuis komt, want je mag hem dan een weekend lenen van Tenkate. Als je dan thuis komt en je zet hem netjes in de schuur en op slot, dan denk je, Jezus Christus, moet dit het dan zijn? En dan word je de volgende morgen wakker. En dan zoek je je vertrouwde industrieterreintje op, je verlaten industrieterreintje, en dan ga je de vaste bochtjes en de vaste weggetjes eens rijden zoals je dat gewend bent. Op het moment dat je opstapt, heeft je lichaam onthouden wat er de dag daarvoor gebeurd is. Je zit er gelijk een stuk soepeler, je gaat kracht zetten in je rug in plaats van op je polsjes. En na een paar rondjes op het industrieterrein valt het puzzel in elkaar. En begin je langzamerhand vriendjes te worden. Met een wat lichtere supersport heb ik dat over het algemeen al met een half uurtje. Maar met zo'n zware jongen als deze heb je daar wat meer tijd voor nodig. Deze heeft nog iets meer karakter. Dus die wil zich ook nog niet direct laten stemmen. En als je dan je rondjes gereden hebt op dat industrieterrein en je gaat wat verder met het maken van je review en je shotjes, begin je hem steeds meer te waarderen. Want in het begin schakel je al over bij de 5.000-6.000 toeren. Terwijl die daar eigenlijk net iets daarvoor op, want wat daar eigenlijk echt loskomt. Het is niet zo als bij een 600 dat die in die lage toeren helemaal niks doet. Maar ik zie dat meer het toerenbereik voor op het moment dat je in de stad bent of makkelijk moet rijden. Daarboven is het echt genieten. En dan, op het moment dat je daar bent en die waardering begint te komen, stijgt dat alleen maar verder en verder naar een steeds hoger niveau. De Fireblade, het jubileummodel, 25 jaar Fireblade. Over smaak valt niet te twisten, maar ik vind hem geweldig. Supermooi die lijnen, al die ledverlichting die erop zitten. De spiegeltjes, zoals het hoort bij een supersport, eigenlijk net niet breed genoeg. Je kunt net om je ellebogen heen kijken. Het spitsige kuipje, die wel wat windbescherming biedt,
maar het eigenlijk alleen maar wil bieden als je er helemaal achter gaat kruipen. En het is natuurlijk het technisch hoogstandje. Dus het gevoel van de motor is ook een heel erg technisch gevoel. En vooral ook het gevoel van vertrouwen in die techniek. Het LCD-schermpje, je moet weer zoeken naar een brandstofmeter. Zit er natuurlijk weer niet op, want de Supersport heeft geen brandstofmeter. Die geeft een keer een reservelampje aan als je moet tanken. Maar eens voor de rest is het display heel uitgebreid. Maar je kan de elektronica natuurlijk helemaal instellen zoals je het zelf wilt. Maar er zitten ook een paar voorgeprogrammeerde modes in. En het is niet mijn motor. Ik ben ook te kort erop aan het rijden om helemaal los te gaan. Dus ik hou hem altijd in een redelijke veilige modus. Modus 2. En dat betekent dat de power modi in 2 staat. De traction control in 5. En de engine brake in stand 3. Die kun je ook allemaal zelf eigenhandig instellen als je dat wilt. Wat ook zo mooi is aan de Fireblade zijn die ledlampjes in die spiegeltjes. Maar doordat je knipperlichten zo hoog zitten, is het wel heel duidelijk voor je medeweggebruikers. Goed gedaan. Ja, en de Honda doet natuurlijk zijn naam Fireblade eer aan. Fireblade, vrij vertaald, een vurig zwaard. Want hij is zo heet als het maar zijn kan en zo scherp als het maar zijn kan. En hoe langer je erop rijdt, hoe meer vertrouwen je krijgt. Omdat je zo voorover zit met dat stuur naar beneden. En ik ben een stuur van een naked bike gewend, waarbij je echt met het stuur een groot deel van je sturen doet. Hier ga je sturen door je gewicht te verplaatsen en ook nog een klein beetje aan het stuur te trekken. Maar hier moet je, op het moment dat je de houtrug op zit, kom je de bocht niet om. Op het moment dat je je spieren loslaat en één wordt met die machine, kom je elke bocht door. En nog heel soepel ook. En dan heb je geen last meer van die harde vering, want dan is die perfect. En dan gaat die. Hohoho! En ik kan me dus nu ook, na dag 3, voorstellen dat je op een gegeven moment zelf zegt van hier kun je gewoon gerust met een rugzakje op een toertje mee maken. Het is niet alleen maar jagen. Ja, waarom zou je hier niet mee door Europa gaan? Waarom zou je dit niet doen? Er zijn motoren waar het veel comfortabeler kan. Maar als jij dit nou toevallig leuk vindt, waarom zou je dat niet doen? Ik ben zelf ook geabonneerd op het kanaal van Slapside. Een andere motorvlogger. Ja, die rijdt ook in Europa door op zijn Supersport. Tanktasje erop, rugzakje erop. En ik zie die jongen de mooiste avonturen beleven. Dus de stelling, ik koop geen Supersport. Want je kan er alleen maar mee jagen en dit en dat. En dat is dus niet waar. En als je er eenmaal, ja tuurlijk, als je die eerste dag erop rijdt, is het spartaans. Maar op het moment dat je geacclimatiseerd bent, ja, dan kun je de hele wereld aan op zo'n ding. Kortom, de Honda Fireblade, het brandende zwaard met een mes dat aan 2 kanten snijdt. Toppetje Honda. Nou, dan zitten we aan het einde van een mooi weekend met de Fireblade. Even terug te denken aan wat voor moois het allemaal was. Nou, ik heb denk ik de meeste dingen wel verteld. Feit is dat 2017 een paar hele mooie superbikes heeft voortgebracht. En deze Fireblade is er daar een van. Wat mij betreft echt een toppertje. En ik denk dat als je naar de SP1 en de SP2 gaat, dat het alleen maar nog mooier spul wordt. Ik ben er in ieder geval erg positief van onder de indruk. Zeker gezien je even dat gewend proces hebt. Maar als je dan eenmaal gewend bent, ja, dan is het erg, erg, erg mooi.
Ik wil Ten Kate bedanken voor het beschikbaar stellen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vind je het leuk? Zet je duimpjes onder de film. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op mijn kanaal. Dit was Motortest TV. En tot de volgende keer. Break it down.